Goedenavond allemaal, we gaan zo dadelijk van start. Frida, ik kijk naar jou, ben ik goed hoorbaar? Oké. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen, dus ik stel voor van nog een minuutje te wachten en dan gaan we zo dadelijk van start. Er was een vraag of dat het automatisch de camera automatisch uitstaat en ook de luidspreker, en dat is effectief het geval. Dat is een vraag van Matthias. Dus enkel wij kunnen aan- en uitzetten. Als jullie vragen hebben, dan best in onderaan of bovenaan het balkje op jullie computer in de Q&A. De Q&A, daar kunnen vragen gesteld worden en die zullen wij achteraf antwoorden. Ik wacht nog heel eventjes. Mensen zijn volop aan het inloggen. Oké, het is 7:56. Ik denk dat we van start kunnen gaan. Goedenavond allemaal. Frida en ik zijn ten zeerste verheugd en ook vereerd van een groot aantal aanwezigen te hebben op deze webinar. We hebben natuurlijk al heel wat Zoom-vergaderingen achter de rug. We kunnen ze niet tellen, maar een eigen webinar organiseren is toch altijd nog even spannend. Wij hopen dat het technisch allemaal vlot mag verlopen en ik hoop dat jullie ook ons goed ontvangen. Dus zoals daarnet gezegd, jullie kunnen elkaar niet horen, elkaar niet zien. Dat is allemaal geregeld vanuit het secretariaat. Maar vragen kunnen gesteld worden in de Q&A, of de vraag en antwoord, op het op zijn Nederlands te zeggen. En die zullen dan na de voordracht beantwoord worden. Ik heet iedereen nog eens van harte welkom en ik zie dat er toch wel wat namen, figuren bij staan die misschien wel meer volleerd zijn dan ons over dit onderwerp. Dus het wordt een ganse uitdaging. Oké. Ik zal beginnen met een beetje een korte schets van de problematiek en hoe dat wij als N-VA de problematiek zien. En Frida zal een tweede deel dan van haar overnemen, de eigenlijke aanleiding van deze webinar. En dat is de nota van minister Van den Broeke in verband met de ziekenhuishervorming, de ziekenhuisfinanciering. Dus dan gaan we naar een eerste overzicht. Frida, kan u de problematiek dia schetsen, alsjeblieft? Wij zien nog altijd ja. Probeer het zwart, hè? Want ja, voilà. Ja, dus dat hebben we gehad. Dan de volgende, alsjeblieft. Ja, voilà. Dan zijn we gestart. Dus zoals u weet. Dus hoe komt het dat we bij deze webinar hebben, is natuurlijk dat de minister Van den Broeke met het plan uitlekte over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering. Dus naar aanleiding daarvan moeten we toch eerst en vooral een beetje schetsen wat die ziekenhuisfinanciering is. We gaan niet gaan de ziekenhuisfinanciering uit de doeken doen, dat kunnen wij ook niet. Daar zijn wij totaal niet voor volleerd en voldoende kennis ter zaken. Want zoals de meesten onder jullie misschien wel weten, is de ziekenhuisfinanciering een ongelooflijk kluwen en zijn er maar een paar mensen nog in Vlaanderen en zelfs volledig België die de ziekenhuisfinanciering in feite onder de macht hebben, wat dus ook al direct aanduidt waar het schoentje wringt. Zoals u ziet, draaien de ziekenhuizen een jaaromzet van 16,1 miljard. Dus dat gaat dus over heel wat centen. Het courant resultaat is amper 76,7 miljoen. Maar een derde van de ziekenhuizen leidt echter verlies, boekt verlies. En minder dan één ziekenhuis op vijf heeft een financieel gezond courant resultaat. Dus zoals u ziet, hebben we daar al een heel wat. Is deze dia al heel wat duidelijk dat we toch al, we zitten met een enorm budget, maar we zitten toch wel ziekenhuizen in heel precaire situaties. Zeker dan ook al om direct met de deur in huis
excuseer, de deur in huis te vallen, doet Vlaanderen dan nog wel veel beter dan Wallonië en Brussel. Als we dan meer in detail kijken, wat houdt die ziekenhuisfinanciering in? De volgende, alsjeblieft, Frida. Ja. Dus de ziekenhuisfinanciering is, zoals eerder gezegd, is bijzonder ingewikkeld. En het is steeds, Belfius maakt elk jaar een analyse van de herkomst van die ziekenhuisomzet. En u ziet het daar al, 41%, excuseer, zal uit bijdragen, afdrachten van de artsen komen. We gaan daar nog verder op ingaan. 35% is het budget financiële middelen. In de volksmond ook de BFM, dus als we het kort willen zijn. 19% zal uit inkomsten komen van de farmacie. Maar dus, als je ziet, dus hier kan je... Ja, ga maar, Frida, dat is goed. In detail, met andere woorden, als je al kijkt, wat is dat budget van die artsen? Is natuurlijk al medisch-technische diensten artsen en de raadpleging van de artsen. Je ziet onmiddellijk al dat daar een zeer grote lacune zit. Met namelijk die 41%. Die medisch-technische diensten hebben natuurlijk een enorm groot verschil van het feit dat we daar natuurlijk zitten met de grote techniciteit. Dus als je de verschillende onderdelen ziet, zie je al de complexiteit van enkel en alleen dat, van dat, de winstmarge als procent van de omzet, of van waar komen nu al die inkomsten en de uitgaven van de ziekenhuizen. Het zijn dus verschillende onderdelen. Het is zeer complex, het is niet transparant. Dus als er te weinig budget is, dan moet dat worden bijgepast. Maar zoals u kan zien, hebben we natuurlijk het probleem van eerst en vooral de verpleging. De verpleging heeft dus een enorme kost. We hebben dus een onvoldoende financiering. Als u dit grafiekje bekijkt, zien we dat de onvoldoende financiering is van de ziekenhuizen. Als u ziet hoeveel de verpleging vraagt en dat ze dat dus niet kunnen dekken met de inkomsten. Anderzijds hebben de medisch-technische diensten artsen, maar daar wringt dan het schoentje, dat klinkt misschien mooi dat dat vele inkomsten zijn, maar het schoentje wringt dat we daar natuurlijk zitten met de technische akten die enorm veel opbrengen, maar niet de intellectuele raadplegingen. De raadpleging, de intellectuele activiteiten van de arts, die tellen niet mee of worden veel minder gehonoreerd. En dat zal leiden tot de grote problemen. Maar daarover later ook meer. Zoals we zien op de volgende grafiek. Frida, mag ik de volgende grafiek hebben, alsjeblieft? Inderdaad, we hebben dus de techniciteit, we hebben de technische akten, we hebben de individuele akten, maar dus een 41% van die inkomsten van het ziekenhuis komen dus door afdrachten. Afdrachten die gegenereerd worden door ereloonsupplementen. De laatste cijfers daarvan zouden die 610 miljoen bedragen in 2019. Dat is natuurlijk, dat is een studie van het intermutualistisch agentschap, maar het feit dat je daar natuurlijk afhankelijk van bent, met die ereloonsupplementen, zorgt dus ook wel voor het feit dat het heel precair is wat een ziekenhuis te verwachten is en wat het ook moeilijk is om zo te kunnen berekenen wat het is. Je ziet daar inderdaad de percenten ereloon, waar dat u ook zal merken dat het is, waar ook het verschil zal zijn tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In Vlaanderen zal dat ereloon tussen de 100% tot 200% bijna in alle ziekenhuizen zijn. Dat zie je inderdaad op deze dia. In Vlaanderen hebben we de meeste ziekenhuizen een ereloon tussen de 100% en 200%, waarbij de overgrote meerderheid slechts 100% ereloon vraagt. Maar Brussel, Wallonië, het gaat tussen 200% en 300%. Maar Brussel heeft heel veel ziekenhuizen die meer dan 300% ereloon vragen. Die erelonen, dat is natuurlijk ook een zaak van de hospitalisatieverzekeringen. En daar hebben we direct al waar dat het schoentje wringt. Natuurlijk, als we naar betaalbaarheid willen van de zorg en uw ereloonsupplementen gaan te hoog, natuurlijk moeten hospitalisatieverzekeringen daarbij springen. Dus je zit daar in een vicieuze cirkel van erelonen, van hospitalisatieverzekeringen die te duur worden en dus ook de toegankelijkheid van de zorg in gevaar brengen. In de volgende dia zie je ook natuurlijk de verschillen, zoals ik zei, ook in die erelonen, niet alleen
in de ganse ziekenhuisfinanciering, maar dus hier al het voorbeeldje van de ereloonsupplementen, zie je het verschil tussen Noord en Zuid. En dus al het verschil tussen onze taalgrens is ook een zorggrens, waarbij je duidelijk kan zien de linkse... De linkse kaartje, is bijvoorbeeld van een appendectomie, de appendixwegname. De rechtse kaart is van een bevalling. En zo zie je duidelijk het verschil hoeveel een bevalling aan de patiënt, aan het jonge gezin, kost vergeleken met tussen Noord en Zuid, tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, waarbij dat moet gezegd worden dat Vlaanderen minder erelonen vraagt en toch in een veel betere financiële toestand zit, zoals we zagen in de eerste diassen. Als we dan gaan, hoe zit die ziekenhuisfinanciering? Dus zoals gezegd, je hebt de afdrachten van de honoraria. Dus die zijn niet voor alle specialisaties dezelfde en die zijn ook niet tussen de verschillende ziekenhuizen dezelfde. Zoals gezegd, het is een enorm kluwen en die worden ook telkens opnieuw onderhandeld tussen ziekenhuizen en artsen. Ze zijn ook nodig om het gebruik van apparatuur en infrastructuur te vergoeden, maar anderzijds zorgen ze dus ook al voor dat de ziekenhuisdirectie ook rekening moet houden met de artsen. Dus in C heb je daar ook een beetje een drukkingsmechanisme. Anderzijds zorgt het ook voor inspraak. Maar eigenlijk is dat systeem van die afdrachten, kun je daar toch wel heel wat vragen bij stellen. En is het geen goed systeem. Want artsen zijn ook wel bevreesd dat wanneer een rechtstreekse vergoeding zou komen voor het verbruik van apparatuur en infrastructuur, ze inspraak zouden verliezen. Dat zal ook nog, Frida zal daar later ook nog op terugkomen. En ook wat betreft de honoraria zijn er ook overigens zeer grote verschillen. En zo worden de medische specialisten die eerder intellectuele prestaties verrichten een stuk minder vergoed dan de specialisten die vooral technische prestaties leveren. En dat komt neer namelijk op de nomenclatuur. De nomenclatuur die ook gebaseerd is in die ziekenhuisfinanciering, waarbij dat in intellectuele prestaties, wat dat in de huidige geneeskunde toch wel heel belangrijk wordt, de zogenaamde counseling in het vaktermen te zeggen, namelijk de uitleg die gegeven wordt, de informatie van de patiënt, wat ook de patiëntenrechtenwetgeving vereist, is dat we heel wat informatie geven aan de patiënt. Dat wordt niet vergoed, terwijl alle technische prestaties, die worden wel vergoed, met alle gevolgen van dien, want natuurlijk technische prestaties kan ook leiden tot overconsumptie. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de volgende slide, met name bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld van de CT's, de radiologie, de CT's zie je ook duidelijk hier weer, zowel in Noord als Zuid, een groot verschil, maar in het algemeen hebben we daar toch een overconsumptie, als je kijkt op de grafiek links, een overconsumptie van het gebruik van CT-scans, wat natuurlijk niet alleen een financiële aderlating is. Zoals gezegd, elke technische prestatie moet terugbetaald worden door het RISIF, wordt natuurlijk ook door de belastingsbetaler, door u en mij. Anderzijds is het een gunstige zaak voor het ziekenhuis, want het brengt enorm veel op. En natuurlijk is dat dan ook het ereloon van de arts. En gaat dat dan samen in de grote ziekenhuispot en heeft het ziekenhuis het nodig om te overleven. Dus we hebben in feite een pervers systeem waarbij men gestimuleerd wordt, als men het zo zou zeggen, om technische prestaties te leveren die niet altijd noodzakelijk zijn of het beste zijn voor de patiënt, maar natuurlijk op financieel gegeven voor het ziekenhuis dan wel weer gunstig zijn en zo het ziekenhuis uit de rode cijfers kan halen. Met andere woorden, we zitten daar met een enorm groot probleem en dat moet ook aangepakt worden. Maar zeker ook de verschillen tussen Noord en Zuid zijn hier alweer duidelijk. De taalgrens is een zorggrens. Als we de volgende slide nemen, dus het budget financiële middelen, dus de tweede grootste inkomstenbron, dat was in die grafiek waar dat verpleegkunde stond. Dat is een zeer ingewikkeld complex kluwen. We gaan het hier niet in detail hebben, want dat kan die budgetten. Men spreekt daarvan. Sommige luisteraars zijn daar zeker zeer goed van op de hoogte en waarschijnlijk zelf beter dan mezelf. Budget A, budget B, budget C.
Dat heeft ook nog allemaal ondercategorieën. Dus met andere woorden, een kat vindt haar jongen daar niet meer in terug. Maar dat gaat over verantwoorde activiteit. De specifieke details zijn, is te uitgebreid om dat hier te doen. Het is ook geen cursus financiering en het opstellen van zo'n ziekenhuisfinanciering. Maar de complexiteit laat uit, ook omdat het met 2 jaar achterstal is, namelijk met 2 jaar van de RISIF-bijdrage en de mutualiteiten. Dus u ziet het al aankomen, als men 2 jaar moet wachten om duidelijkheid te hebben over wat dat de inkomsten gaan zijn, ik kan het toch heel moeilijk met de tering naar de nering zetten of zeer adequaat uw financiering behandelen. Ik denk dat dat heel duidelijk is als u zelf uw financiering zou moeten doen en pas 2 jaar later zicht hebt op wat binnengaat en uitgaat, dat is dat toch wel een zeer moeilijk gegeven. Anderzijds hebben we natuurlijk ook de netwerken, dat is dan het nieuwe gegeven van het netwerken met de loco-regionale en de supra-regionale zorg. Die netwerken, maar Frida zal het daar zeker over hebben, daar zijn wij zeker voorstander voor. Omdat het gericht is op een betere, medische zorg, zowel medische zorg, maar ook schaalvergroting, niet alleen schaalvergroting financieel, maar zeker en vervast ook van kenniszorg. Maar hoe dat verder uitgewerkt wordt, dat zit zowel op federaal vlak als op Vlaams vlak. Daar zal later ook Frida zeker nog op terugkomen. Hoe zien wij nu de hervormingen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisfinanciering? Dat is een volgende. We zijn absoluut voor een verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk. Ik wil niet zeggen dat we iedereen direct naar huis willen sturen, maar we weten ook bijvoorbeeld op materniteit, en daar is al veel veranderd natuurlijk, dat vroeger de hotelfunctie toch wel een heel belangrijke functie op zich nam. En dat is toch niet de bedoeling van een ziekenhuis. De bedoeling is in het ziekenhuis zo goed mogelijk, maar toch zo kort mogelijk, zodanig dat daar de kosten gedrukt worden. Maar dat vereist natuurlijk wel, en daar staat het er ook al onder, dat we een zeer goede eerste lijn hebben. Daar wringt ook al een schoentje tussen Noord en Zuid. Zuid heeft geen goede eerste lijnzorg. Vlaanderen is natuurlijk gekenmerkt door zeer goede eerste lijnzorg met zowel huisartsen als verpleegkundigen, als kinesisten, als apothekers, allemaal in de eerste lijn zeer actief. Ook onze eerste lijnzones die volop uitgebouwd zijn, is in Vlaanderen zeer belangrijk. Het vraagt natuurlijk ook wel een correcte financiering van de medische zorgen. Dus niet zoals dat we nu hebben, een beetje de technische prestaties die overgewaardeerd worden en de intellectuele prestaties die ondergewaardeerd worden. We moeten de netwerken, de netwerken worden gevormd, de ziekenhuisnetwerken, die moeten overeenkomen met de eerste lijnzones. Dat is ook nog altijd een schoentje dat serieus wringt. En we zijn natuurlijk niet voor een afschaffing van de prestatiegeneeskunde. Dus de geneeskunde zoals wij die kennen, u gaat naar een arts, de arts wordt betaald. Maar het moet ook, de kwaliteit zal daar ook in moeten terechtgebracht worden. Dus niet enkel alleen meer de prestatie, zodanig dat we kunnen gaan naar overconsumptie, maar ook kwaliteitsgebonden financiering. De herziening van de nomenclatuur is bezig, jammer genoeg nog altijd bezig. Dat is al onderhandeld in 2014 bij de onderhandelingen, dat dringend noodzakelijk was. Ik denk dat dat ook duidelijk is. We hebben artsen die zeer veel verdienen. We hebben artsen die heel wat minder verdienen en zelf moeilijk aan hun bod komen omwille van het feit dat zij heel weinig technische prestaties hebben. Denk maar aan pediaters, heel veel intellectuele prestaties, waardoor dat dus het onevenwicht tussen de verschillende artsspecialisten, huisartsen, dat is toch wel ook een pijnpunt dat moet aangepakt worden. En dan gaan we nog verder door bij de volgende slide, Frida, alsjeblieft. Is dan de ereloonsupplementen gaan we niet afschaffen, maar hervormen. Want het is nu zeer gemakkelijk om te zeggen, we gaan alle eerloonsupplementen afschaffen. Maar zoals dat blijkt, en zoals ik al eerder gezegd heb, hebben we natuurlijk een enorme financiering van de ziekenhuizen. Dus als we nu plots alle eerloonsupplementen afschaffen, zal ook de zorg natuurlijk niet ten bate komen door het feit dat dat op alle mogelijke manieren gefinancierd wordt via dus die eerloonsupplementen. Dus het budget financiële middelen, dus het andere grote
pakketfinanciering moet dus ook herzien worden. Hoe kunnen we dus die ziekenhuisfinanciering veel transparanter maken, veel minder complex, veel duidelijker wat behoort, wat komt van de artsen, waar hebben we tekorten voor de verpleegkundige zorg. Dit moet allemaal duidelijk herzien worden. Bedden moeten geoptimaliseerd worden. We zijn zeker voor meer thuisverpleging, waardoor ook de verkorting van de verblijfsduur kan zijn. Maar natuurlijk, zoals gezegd, het is niet de bedoeling dat mensen zeer, zeer, zeer snel naar huis worden gestuurd en dan aan hun lot worden overgelaten. We hebben een goede eerste lijn, die moet verder uitgebouwd worden. De thuisverpleging moet veel meer tot zijn recht komen. Bijvoorbeeld in mijn vakgebied vroeger was natuurlijk de kraamzorg zeer belangrijk, waarbij dat dit het mogelijk is van het aantal dagen in het ziekenhuis te verminderen met dan een veel efficiëntere thuisverpleging, kraamzorg, waarbij dat iedereen zich 1 veel beter voelt, 2 een veel betere zorg heeft en het financieel ook veel draagbaarder zal worden. Dus een absolute transparantie is noodzakelijk voor de financiële stromen. En zoals eerder gezegd, we stimuleren de netwerken. Ook hier weer een duidelijk verschil tussen Noord en Zuid. Vergeet niet dat we in Vlaanderen de netwerken allemaal erkend zijn, bijna allemaal, maar dat Wallonië zeer sterk achteruit huppelt. Dus ook hier weer een duidelijk verschil tussen Noord en Zuid, en dus een rem op onze modernisering van onze gezondheidszorg. We moeten dringend meer innovatieve concepten, denk maar aan alle apps, de mogelijkheid van geneeskunde op afstand. Ik denk dat daar heel wat toekomst in zit. En anderzijds hebben jullie ook al weet van de dure en tijdrovende kwaliteitscontroles. Ik denk van de luisteraars, van mensen die in het veld staan, zoals dat we zeggen, de GCI's en de NIA's onder ons, dat tijdrovend is, dat heel veel geld kost. Maar daar willen wij van af, niet om de kwaliteit af te schaffen, maar wel om het op het Vlaams niveau te kunnen uitvoeren, wat ook al nu al deels gebeurt. Want er zijn ook al ziekenhuizen die dat voor zichzelf hebben uitgemaakt van dat niet meer te doen. En zeker in het Antwerpse, waar een bekend figuur mee als deelnemer aanwezig is. Dus ik denk dat we dat zijn in het notendop in feite onze standpunten. Maar zoals gezegd, zal Frida eerst nu overschakelen naar wat het standpunt was van minister Van den Broeke en wat ons antwoord als N-VA zal zijn op dit op deze nota. Dus Frida, ik geef zeer graag het woord aan u. Ja, dank u wel, Elke. Elke heeft het al een en ander heel goed geschetst. Nu, Elke zit in het Vlaams parlement. Zij volgt van daaruit het thema op. Ik zit in de Kamercommissie Gezondheid en hou me daar onder andere met dit thema bezig. En zoals zij ook al zei, ik heb de eer om jullie het meest technische deel te mogen uitleggen. Ik hoop dat het niet al te saai wordt. Ik ga mijn best doen om het ook duidelijk te brengen. Maar de aanleiding van ons gesprek vandaag, van deze webinar, was eigenlijk de nota van minister Van den Broeke, die begin van dit jaar bekend is geraakt, die eigenlijk wat uitgelekt was, want ik denk niet dat het de bedoeling was dat die al meteen openbaar was, maar die toch ons heeft geïnspireerd om op zijn minst ook onze eigen standpunten nog eens goed te toetsen en eens met de wereld te delen. Nu, als wij die nota hebben doorgenomen, dan waren er toch wel een aantal eerste reacties die bij ons meteen naar boven kwamen. Meer politieke reacties, straks gaan we het eerder over de inhoud hebben. Maar een eerste zaak waar wij ons toch wel wat ongerust over maakten, was dat het wel eens zou kunnen zijn, zoals de nota nu is opgesteld, dat Waalse ziekenhuizen worden beloond voor een minder efficiënt en inefficiënt beddenbeleid. Ook vrezen wij dat de hoge eerloonsupplementen die er zijn, zoals Elke ook heeft uitgelegd, dat die aangepakt worden, wat op zich niet onterecht is. Zoals we eerder zeiden, helemaal afschaffen zal niet direct mogelijk zijn. Maar door de grote ongelijkheid tussen Wallonië en Brussel enerzijds in de hoogte van de eerloonsupplementen en Vlaanderen anderzijds, zal het niet eenvoudig zijn om dat aan te pakken zonder dat de Vlaamse belastingbetaler daarvoor opdraait. Dus dat is iets waar wij heel waakzaam over zullen zijn. En verder wat ook opvalt, wat eigenlijk ontbreekt in de nota, is de aandacht voor de eerste lijnzones, de connectie met de eerste lijnzones. Er wordt heel weinig de hand gereikt naar het andere beleidsniveau, het Vlaamse beleidsniveau. Zoals we allemaal weten is de gezondheidszorg erg versnipperd, maar er wordt eigenlijk in die hele nota heel weinig aandacht gegeven aan
de integratie van de zorg, van het hele zorgpakket, de homogenisering van de bevoegdheidspakketten. Ja, als we dan wat dieper naar die nota kijken, dan zijn er toch wel een aantal gemiste kansen volgens ons. Het eerste, dat homogeniseren van de bevoegdheden. Als je het ons vraagt, had dat eigenlijk de eerste stap moeten zijn. Zeker als je grote hervormingen gaat doen, dan is het belangrijk dat dat ook toekomstbestendig is. En zolang dat die zorg versnipperd blijft, dan ga je volgens ons geen efficiënte zorg, geen patiëntgerichte zorg kunnen organiseren. Dus een gemiste kans, inderdaad, ook het gebrek aan aandacht voor die eerste lijnszones in Vlaanderen, die toch hebben bewezen nu ook met het inrichten van die vaccinatiecentra, met de vaccinatiecampagne, dat die heel goed werk leveren, dat er een goede samenwerking mogelijk is tussen verschillende zorgverstrekkers en dat we echt kunnen inzetten al op dit moment op die populatiezorg, op dat populatiemanagement. Waar ook niks over wordt verteld in de nota, is de uitbetaling door de mutualiteiten. Dat maakt de zaak ingewikkeld en minder transparant. En ook daar hadden wij graag toch wat meer aandacht voor gehad. Ik denk dat dat een van de punten is die echt verder moeten worden uitgewerkt. Ik denk niet dat het een kerntaak is voor mutualiteiten om bijvoorbeeld dat BFM elk apart te gaan uitbetalen, zoals dat nu het geval is. Ook een gemiste kans is volgens ons het gebrek aan aandacht voor dataverzameling en ook voor benchmarking. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker met de technologieën die we toch voorhanden hebben tegenwoordig, om zoveel mogelijk data te gebruiken om ook het beleid te gaan sturen, om ergens een richtpunt te zoeken aan de horizon waar wij met onze gezondheidszorg naartoe willen en dat ook op regelmatige tijdstippen te gaan evalueren en ook te gaan vergelijken met andere zorgverstrekkers, met andere zorginstellingen, zodanig dat je eigenlijk een soort van autocorrectie krijgt ook naar een betere gezondheidszorg. Dat is echt iets wat heel belangrijk is. Ook internationale vergelijkingen zijn daarbij belangrijk om zeker te zijn dat wij wel goed bezig zijn, want wij denken dat wel van onszelf, maar we moeten dat ook kunnen meten. Er is ook weinig aandacht voor het elektronisch patiëntendossier met uitwisselbare gegevens. Wat vandaag nog altijd wel een probleem is in veel ziekenhuizen, is dat de verschillende patiëntendossiers in verschillende instellingen, dat die heel moeilijk met elkaar kunnen communiceren. Dus dat het nog altijd moeilijk is om gegevens met elkaar uit te wisselen. Dus ook daar moet meer aandacht naar gaan. Ziekenhuizen worden daar ook niet zo hard in ondersteund om dat goed uit te bouwen. Je kan op die manier ook een pak dubbele onderzoeken vermijden. Denk maar aan bijvoorbeeld radiologische onderzoeken. Als die niet van de ene instelling naar de andere kunnen worden doorgestuurd, dan worden die vaak opnieuw gedaan. En ik denk dat dat iets is wat we vandaag de dag toch echt in alle prijzen moeten proberen te vermijden. We vinden ook heel weinig aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg in de nota. Er wordt eigenlijk niet gesproken over de psychiatrische ziekenhuizen of over transmurale zorg, zoals ik eerder ook al zei, die geïntegreerde zorg. Even een paar specifieke punten uit de nota. Eigenlijk zou ik nu stapsgewijs door de nota willen gaan en een aantal belangrijke concepten, een aantal belangrijke punten die in de nota worden aangehaald door minister Van den Broeke, eens willen analyseren. Een eerste thema gaat eigenlijk over het ziekenhuislandschap. En daar wordt heel specifiek ingegaan op de materniteiten. Dus in de nota van den Broeke lezen we dat hij de aanbeveling van het kenniscentrum wil volgen om een aantal materniteiten te gaan sluiten als zij niet aan een bepaald kwotum en een bepaald aantal bevallingen per jaar geraken. En dat zijn er, volgens het kenniscentrum moet een materniteit minstens 557 bevallingen per jaar doen, presteren, en anders zouden ze beter sluiten. Nu, dat zou willen zeggen dat er 17 materniteiten gesloten moeten worden. Dat zijn er 8 in Wallonië en 9 in Vlaanderen. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen bevinden die zich. Nu, dat is toch iets waar met de nodige voorzichtigheid naar moet worden gekeken. Je mag dat denk ik niet puur rationeel en kil benaderen, zulke zaken, zeker niet als het gaat om materniteiten, waar toch ook die nabijheid van groot belang is. Niet alleen nabijheid, maar ook het feit dat
afdelingen, andere afdelingen zoals pediatrie of gynaecologie verbonden zijn aan materniteiten, maakt toch dat een sluiting van zo'n materniteit ook een heleboel andere ongewenste effecten, ongewilde effecten kan hebben op de hele ziekenhuisorganisatie. Denk ook maar aan de organisatie van bijvoorbeeld de spoeddienst. Dus als je het ons vraagt, dan denk ik dat dat iets is, het sluiten van materniteiten of het openhouden van materniteiten, dat dat best aan een ziekenhuisnetwerk kan worden overgelaten om daarover te oordelen. Een ander thema dat binnen de herorganisatie van het ziekenhuislandschap in de nota wordt aangehaald, is het erkennen van beroertecentra en majeure traumacentra als supraregionale zorg. Op zich een goede zaak, maar ook daar is er wel een communautair kantje aan. Als we zien hoe dat de beroertecentra zouden verdeeld worden over het land, dan zijn er 7 voorzien in Vlaanderen, 5 in Wallonië en maar liefst 3 in Brussel. Wat wil zeggen dat er 1 beroertecentrum is voor 407.000 Brusselaren en maar 1 per 950.000 Vlamingen. Dus daar zou toch beter een verschuiving, een meer evenredige spreiding zijn van dergelijke centra, zodanig dat er toch iets meer, dat Vlaanderen toch iets beter bedeeld wordt wat dat betreft. Want op deze manier lijkt dat niet bepaald eerlijk. Ook met de majeure traumacentra zullen we ook in de gaten moeten houden op welke manier dat die over de verschillende gewesten verdeeld zullen worden. Meer algemeen, als we het hebben over supraregionale zorg en te bekijken welke zorg supraregionaal en welke locoregionaal moet worden georganiseerd, dan denken wij dat het heel belangrijk is om daar toch pathologie per pathologie goed te gaan afwegen waar die nabijheid van groter belang is en waar expertise van groter belang is. Want ze kunnen allebei natuurlijk wel hun meerwaarde hebben. En denken we dan aan pathologieën die vaker voorkomen, zoals bijvoorbeeld borstkankers, colonkankers, dan denk ik dat daar wel een plaats moet zijn in eerder een locoregionale context. Maar gaan we over meer specifieke zorg, die ook pathologieën die minder vaak voorkomen, dan lijkt het zeker logisch om dat meer te gaan concentreren in expertisecentra en daar dus over te gaan naar supraregionale zorg, die voor ons niet per se of automatisch naar universitaire centra zou moeten of aan universitaire centra zou mogen worden toebedeeld, maar afhankelijk van de aanwezige expertise en de kennis die men kan voorleggen. Dan even iets meer nog over de geïntegreerde zorg. We hebben het er al een paar keer over gehad, maar wat bedoelen we daar nu juist mee met geïntegreerde zorg? Volgens ons is dat wel de toekomst van onze zorg. Een zorg zonder muurtjes tussen verschillende zorgverstrekkers. Zorg die georganiseerd wordt rond de patiënt. De patiënt als spil en de zorgverstrekkers rond de patiënt. Zorgverstrekkers, denken we aan huisartsen, apothekers, kinees, verpleegkundigen, die de patiënt omringen, die ook goed communiceren met elkaar, die elkaar weten te vinden, die elkaar kennen. En zulke zaken worden al goed georganiseerd in Vlaanderen, of dat beginnen we toch te doen op basis, of in het kader van de eerste lijnzones. En waarbij eigenlijk een ziekenhuis een van de schakels is in de hele keten van de zorg. Dus dat je echt een homogeen bevoegdheid krijgt, een continuum van zorg gaat organiseren. Daar is het volgens ons belangrijk, excuseer, dat er toch ook wordt afgestemd op die eerste lijnzones, die, zoals we al eerder zeiden, toch wel goed bezig zijn. Nu, het gebrek aan aandacht voor die eerste lijnzones in de nota van minister Van den Broeke zou er wel eens mee te maken kunnen hebben dat dergelijke eerste lijnzones eigenlijk niet bestaan of nog maar in een embryonale fase zitten in het zuidelijke deel van het land, waardoor het eigenlijk wel een gemiste kans is dat daar op dit moment in Vlaanderen niet verder op kan worden ingezet. Dan een luikje over pathologie voor VES. Daar besteedt hij ook vrij veel aandacht aan in de nota. En pathologie voor VES is eigenlijk een soort pakketfinanciering, waarin dan het huidige BFM, dus het huidige budget financiële middelen, plus het stuk van het honorarium dat nu door de arts wordt afgedragen en wordt vervat. Dus dat pakket, niet het zuiver artshonorarium zit daarin, maar wel hetgeen het ziekenhuis eigenlijk krijgt voor de verzorging van een bepaalde pathologie.
Nu, dat is geen eenvoudige oefening. Het wordt wel eenvoudig voorgesteld, maar we denken dat daar toch met de nodige voorzichtigheid en omzichtigheid naar moet worden gekeken. Omdat die afdrachten, die zijn eigenlijk helemaal niet transparant op dit moment. Dus daar zal nog heel wat dataverzameling en cijferwerk nodig zijn om dat te gaan bepalen, wat een pathologie nu juist kost aan elk ziekenhuis. Want die afdrachten die verschillen heel erg tussen ziekenhuizen, maar ook tussen specialisaties. Dat zal niet eenvoudig zijn om daar een gulden middenweg te vinden. En ook ja, door het feit dat de zorg op een heel andere manier wordt gebruikt in Brussel en in Wallonië dan in Vlaanderen, zoals eerder ook al aangegeven is door Elke. Bijvoorbeeld in Wallonië en Brussel wordt er veel meer gebruik gemaakt van de spoeddiensten, wordt er minder naar de eerste lijn gegaan, dus minder naar de huisarts gegaan, waardoor de impact op het ziekenhuizenbudget ook groter wordt. En we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat er niet meer prospectieve financiering gaat naar Brussel en Wallonië, omdat ze nu eenmaal een duurder consumptiepatroon hebben. Dus dat zijn zaken die we toch wel goed moeten in de gaten houden als we gaan naar een oplossing of een soort van forfaitaire vergoeding van bepaalde pathologieën. Waar Elke het ook al eerder over had, dat ik hier ook nog even wil aanhalen, is wanneer dat die afdrachten inderdaad gaan stoppen in dit model van die pathologie voor VES, dus als de artsen geen honorarium meer moeten afdragen, dan moeten we natuurlijk wel overwaken dat er toch nog een bepaalde co-governance wordt voorzien voor die artsen, zodanig dat zij altijd nog wel inspraak blijven hebben in het beleid van het ziekenhuis. Dat is toch wel belangrijk. Je kan dat niet zomaar aan de kant schuiven. De aankoop van bepaalde apparatuur, bepaalde instrumentarium, het aanwerven van bepaalde profielen. Het is wel belangrijk dat artsen daar toch ook inspraak in blijven hebben. Dat komt ook de kwaliteit van de zorg ten goede. En dergelijke forfaitaire aanpak zou daar wel eens wat goed in het eten kunnen strooien. Dus iets om in de gaten te houden. De specialiteit of de disciplines waar minister Van den Broeke het in eerste instantie over heeft en waar hij eerst wil evolueren naar die pathologie voor VES, dat zijn de klinische biologie, de radiologie en de farmacie. Een opmerking die wij daarbij hebben is dat een impact kan hebben op het zorgondernemerschap. Hè. Denken we bijvoorbeeld aan de ziekenhuislabs, klinische biologielabs. Vaak gaan zij ook bepaald ondernemerschap tentoonspreiden door bijvoorbeeld stalen uit de periferie te gaan aantrekken en te analyseren, waardoor zij ook een wat meer opbrengst hebben, waardoor zij wat meer omzet kunnen genereren. En de winst die zij daaruit halen, kunnen zij dan ook weer herinvesteren in het ziekenhuis. En dat is op zich een goede zaak en we mogen dat niet beknotten. Want als je dat niet gaat doen en bijvoorbeeld de perifere stalen komen in de privé-laboratoria terecht, ja, daar zit je vaak met buitenlandse aandeelhouders, die winsten die gaan niet terug geïnvesteerd worden in de zorg. Dus op die manier denk ik toch dat er ook heel wat voordelen te vinden zijn in dat zorgondernemerschap. En dat je moet maken dat je ook niet gaat evolueren naar een eenheidsworst, dat je nog altijd incentives moet kunnen geven aan artsen om innovatief, inventief te zijn, om naar efficiëntiewinsten te gaan zoeken. En dat ook niet te gaan bestraffen als er efficiëntiewinsten gevonden worden door de budgetten te reduceren. Dat zijn toch wel zaken die wij toch wel willen bewaken als N-VA. Hij heeft het in de nota ook over bundled payment, wat wil zeggen dat er voor bepaalde chronische zorgtrajecten een overal financiering zou worden voorzien over verschillende disciplines heen. Maar ook daar weer is onze bemerking dat er niet gekeken wordt naar die samenwerking over de muren van de bevoegdheden heen. Dus volgens ons kan dat alleen efficiënt en goed georganiseerd worden als eerst die zorg, dat hele zorgpakket, wordt overgeheveld naar de gemeenschappen. Wat betreft daghospitalisatie, dat vinden wij ook een hele goede evolutie. Vlaanderen doet daar ook al flinke inspanningen. Wordt daar ook gestuurd eigenlijk door het zorgstrategisch plan.
Maar ja, dan maken wij ons wel de bedenking, aangezien de daghospitalisaties in Wallonië en Brussel nog een pak minder frequent voorkomen, een kleiner aandeel uitmaken van het totale aantal hospitalisaties, vragen wij ons af, als zij dat moeten bijbenen, dan mag dat toch niet gebeuren met federale middelen, want dan krijg je een transfer van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel, terwijl Vlaanderen die inspanning om te evolueren naar meer daghospitalisaties al met eigen middelen, maar op eigen kracht heeft gedaan. En deze grafiek zie je ook eigenlijk het verschil in het aandeel daghospitalisaties tussen de verschillende gewesten. In de linkse balk zie je Brussel, in het midden staat Vlaanderen, rechts staat Wallonië. En dan het oranje stukje, dat is eigenlijk het aandeel van daghospitalisaties. En dan zie je dat dat toch in Vlaanderen al een pak hoger ligt. Ook interessant is hier nog eens te kijken naar het paarse balkje. Dat zijn de ambulante contacten met de spoedgevallendienst. En dan zie je toch dat daar ook een duidelijk verschil is tussen Brussel en Wallonië aan de ene kant en dan Vlaanderen in het midden aan de andere kant. Ja, de nomenclatuur, Elke heeft het er ook al over gehad. Wij zijn er helemaal mee eens dat die intellectuele prestaties dat die moeten geherwaardeerd worden, dat die beter gewaardeerd moeten worden. Die oefening is, zoals Elke ook zei, al een heel aantal jaren bezig. Dus wij wachten af wat dat betreft, maar ook hier is al heel wat studiewerk. Ja, dat moet nu eenmaal wel wat bestudeerd worden. One size fits all, dat zal niet mogelijk zijn. Maar we zijn toch, ja, we hopen toch dat er snel duidelijkheid in komt en dat we daar snel iets van mogen te zien krijgen. Dan een luikje over value-based healthcare, dus kwaliteitsparameters integreren in de zorg. Iets wat voor ons heel belangrijk is, maar waar eigenlijk niet zo heel veel aandacht naar gaat in de nota van minister Van den Broeke. Hij heeft het daar eigenlijk vooral over de nosocomiale infecties, dus ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie. Nu, als we daar willen gaan kijken naar kwaliteitsindicatoren, dan vinden we het wel belangrijk dat er niet naar uitkomstindicatoren wordt gekeken, of niet alleen naar uitkomstindicatoren wordt gekeken, maar vooral naar de procesindicatoren. Ik verklaar mij nader, wanneer je het bijvoorbeeld hebt over ziekenhuisbesmettingen en je gaat kijken welk ziekenhuis het meeste ziekenhuisbesmettingen rapporteert, dan wil dat niet noodzakelijk zeggen dat dat ziekenhuis niet goed bezig is. Het zou net kunnen dat dat ziekenhuis meer inspanningen doet om ziekenhuisbesmettingen op te sporen. Dus dat opsporen, dat is voor ons het belangrijke stuk in kwaliteitscontrole, in het evalueren van kwaliteit van een instelling. En dus we mogen ons niet blind staren op uitkomstindicatoren wat dat betreft. Ook inderdaad iets wat ik nog graag even herhaal, is de rol die de Vlaamse Zorginspectie volgens ons nog meer kan spelen. Tegenwoordig zijn er die internationale accreditaties, Elke heeft ze al genoemd, NIAS, JCI, tijd en personeel dat minder kan zorg dragen. Dus dat zijn zaken die toch eens goed moeten worden bekeken of dat wel zo nodig en nuttig is, die internationale accreditaties. Ook omdat die niet specifiek zijn afgesteld of afgestemd op de manier waarop wij onze zorg in Vlaanderen organiseren. Dan kort, want we zijn bijna door de presentatie heen, kort nog even over de ereloonsupplementen. Wat dat betreft wil minister Van den Broeke in stappen gaan werken. Hij wil in eerste instantie die ereloonsupplementen gaan bevriezen. Daar heeft hij nu ook onlangs nog vorige week aangekondigd dat die eerste stap gezet is. Een tweede stap zou dan het plafonneren zijn en een derde stap het begrenzen op het professionele gedeelte van het honorarium. Nu, wat dat betreft, die eerste stap maken wij ons toch ook wel wat zorgen, omdat die ereloonsupplementen nu eenmaal bevroren zijn op een hoger niveau in Wallonië en in Brussel, omdat die supplementen daar hoger waren, waardoor zij nu hogere budgetten kunnen gebruiken, terwijl Vlaanderen daar beperkt zit. Als we daarvan af willen van die ereloonsupplementen, blijft de vraag hoe gaan we die 610 miljoen dan bijpassen en op welke manier gaan we dat ook op een eerlijke manier doen verlopen, zodanig dat we niet de ziekenhuizen gaan belonen die meer supplementen vragen en de ziekenhuizen die al die jaren hun best hebben gedaan om die supplementen beperkt te houden, dat we die gaan bestraffen.
Beste mensen, wij zitten door de presentatie heen. Dat was een beetje ons verhaal naar aanleiding van de nota van minister Van den Broeke. We zijn er, om het samen te vatten, mee eens dat er zeker iets moet veranderen in de gezondheidszorg, dat er zeker zaken te verbeteren zijn in de ziekenhuisfinanciering. Maar volgens ons is het essentieel dat de zorg volledig wordt overgeheveld naar de gemeenschappen. Dat dat stap 1 is om die zorg inderdaad rond die patiënten te kunnen organiseren door zorgverstrekkers die in nauw overleg staan met elkaar. Dus die geïntegreerde zorg, die nabije zorg, ik denk dat dat iets is dat ook in het DNA van onze partij zit, in het DNA van de N-VA als gemeenschapspartij. Dank u wel allemaal. Ik denk dat we het nu, we hebben nog een paar minuten, ja, we hebben nog 10 minuten ongeveer om de vragen even te overlopen. Eens even kijken. Oh, er zijn een heel aantal vragen binnengekomen, zie ik. Elke, ik schuif door als ik het niet weet. Hè. Eerst een vraag van Gert. Hoe geef je de gemeenschappen de keuze om hun zorg te organiseren naar eigen inzicht, zonder te responsabiliseren en dus ten dele het sociale contract op te gaan delen? Frida, wacht, ik zal u een beetje duiden. Ik heb ondertussen gescrolld in de vragen. En Gert heeft inderdaad heel wat vragen aan de hand van de presentatie gevraagd. Dus het is misschien goed dat u even scrolt doorheen. Want uiteindelijk, als u dan verder ziet, gaat het ook over de regionalisering. Ik denk dat we met de vragen die gesteld worden door Gert, als ik het zo mag zeggen, zijn zeker zaken waar wij akkoord mee zijn. Hè? Het is vaak over de regionalisering. Dus als u eventjes scrolt, zal u zal u zien waarover het gaat. Het is gewoon eventjes voor meer efficiënt te zijn. Ja, ik denk inderdaad, Gert, als ik het zo zie, inderdaad afdrachten in vraag stelde, honoraria verschillen, dat we daarover hebben gehad, dat we daar inderdaad mee akkoord zijn, dat het niet goed is dat er zo'n grote verschillen bestaan. Kwaliteit enkel kan bekeken worden door meer transparantie. Transparantie, absoluut. Hè? Dus die benchmarking ook. De kwaliteit moet geëvalueerd worden, helemaal akkoord. Maar de vraag is natuurlijk op welke manier. En op welke manier stem je dat ook het beste af op ons Vlaamse zorglandschap. En wij denken dat die Vlaamse zorginspectie daar toch ook een grote rol zou kunnen spelen. En dat het niet noodzakelijk is om daar die grote internationale accreditatieorganisaties op los te laten om daar een goede kwaliteitscontrole te kunnen verzekeren. En tijdrovend, ja. Je zegt van, ze zijn tijdrovend, maar die kwaliteit is toch ook belangrijk. Ja, akkoord. Maar er wordt nu echt wel, en dat horen wij toch ook wel van mensen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, dat er toch echt wel heel veel werk is met documenten invullen en hokjes afvinken en dergelijke meer. En de vraag moet dan zijn welke meerwaarde dat het brengt. En ik denk dat het daar toch wel eens goed zou zijn om daar eens een goede analyse over te maken of dat nog wel zo is. En dan hier, dat is eentje voor jou, denk ik, Elke. Jan vraagt, wat is ons standpunt in verband met de minimale grootte van materniteiten? Ik denk dat de materniteiten, dat we zeker, de Hoge Gezondheidsraad heeft daar ook een minimum op gezet. Maar natuurlijk, als het enkel gaat over de kosten-baten-analyse, gaan we niet akkoord met dat minimum. Omdat het toch ook de nabijheid is ook belangrijk. Maar we weten natuurlijk dat het belangrijk is, natuurlijk ook voor bevallingen, is natuurlijk dat er ook voldoende bevallingen zijn op een jaar om de expertise te behouden. Het getal van 500 plus, het is geen rondgetal, is toch eerder gebaseerd op studies die het louter puur financieel bekijken, waar dat we niet mee akkoord gaan. Maar natuurlijk, materniteiten van 100 of 200 bevallingen zijn voor ons alweer te klein. Dus laten we zeggen dat we dat sterk willen individualiseren in het netwerk en dat we er zeker zomaar niet louter op een aantal, zeker een aantal, ik dacht 564 of zoiets, maar het exacte aantal ken ik niet, omdat het zo een heel specifiek getal is, dat natuurlijk geen parameter is. Hè. Als er 1 of 2 bevallingen meer of minder zijn, zal u behouden blijven of niet, maar dat het wel geïndividualiseerd moet zijn op basis van netwerk, maar ook op basis van nabijheid. Het is toch ook wel belangrijk voor ons dat materniteiten nabij genoeg zijn
om toch ook niet te ver te moeten rijden. Zoals bijvoorbeeld, kijk maar naar de Vlaamse Ardennen. Daar is toch wel de nabijheid belangrijk, gezien de moeilijkheden daaromtrent. Dus gaan we volledig akkoord met de Hoge Gezondheidsraad op dat vlak niet, omdat dat louter een financieel kaartje was. Maar willen we toch wel voldoende aantallen om de kwaliteit te kunnen bewaren, dat wel. Ja. Dan hier, Pieter vraagt in hoeverre worden ziekenhuizen financieel tussen haakjes gestimuleerd om samen met eerste lijn preventies te stimuleren. Nee. Ja, Pieter, dat is inderdaad ons verhaal over die geïntegreerde zorg en de reden waarom wij willen of zouden willen dat de hele zorg naar de gemeenschappen gaat. Omdat je dan inderdaad ook die incentives die er zijn, of dat je dan tenminste incentives hebt om aan preventie te gaan doen. Hè, dat de baten ook terechtkomen bij degene die de inspanningen doet. Vlaanderen zet traditioneel een pak meer in op preventie, maar we zien de baten er eigenlijk niet van, want die zitten dan op federaal vlak, waar je dan minder zorg, minder ingrepen nodig hebt. Dus absoluut, daarom dat we ook zeggen, de eerste stap moet voor ons zijn, homogene bevoegdheidspakketten, zorgen dat die zorg in één hand komt, de hand van de gemeenschappen, waar je dan inderdaad een stuk kwaliteit ook wel kan winnen, naast het feit dat je minder onjuiste uitgaven hebt. Hè? Want besparingen, daar zou ik het niet over willen hebben in de zorg, want ik denk dat dat niet de bedoeling mag zijn, maar wel juist investeren van middelen. En dat kan je pas doen als die hele zorg in één hand zit. Dirk vraagt of de presentatie ter beschikking is. Ja, Dirk, dit wordt ook opgenomen. Dus kan je nog altijd achteraf bekijken. En die presentatie veronderstel ik dat die ook wel ter beschikking wordt gesteld. Gert zegt inderdaad, de Franstalige gemeenschap heeft het volste recht om andere keuzes te maken. Absoluut, hè, maar er moet responsabilisering zijn. Inderdaad. Inderdaad, iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken, maar op eigen verantwoordelijkheid. Dan vraagt Koen, over het elektronisch patiëntendossier. Ik ben zelf tandarts, Koen. En ik vind dat ook heel vervelend dat ik bijvoorbeeld als ik een... Ik ben parodontoloog, dus ik doe ook tandvleesproblemen behandel ik. En als ik dan eens een biopsie moet nemen, dan kan ik niet aan die uitslag van de biopsie, omdat ik niet op het netwerk geraak. Dus dat, er zijn zaken die nog veel beter kunnen en die echt wel efficiëntiewinst kunnen genereren. Ja, Gert heeft heel veel vragen en opmerkingen gemaakt. Dan vraagt Koen, kan binnen netwerken niet gewerkt worden met winterafdelingen pediatrie? Gezien de enorme variabiliteit en aantal gehospitaliseerde kinderen tussen zomer- en winterperiode. Eventueel personeel pediatrie ook in te zetten op de materniteit of andere afdeling, echter opleiding voedkundige niet meer volwaardig sinds 2018. Hmm. Elke, kan jij daar... De opleiding is inderdaad, dat is een beetje het probleem. Ik ga eerlijk zijn, de winterafdelingen... daar heb ik niet direct zicht op of dat ook maar een discussie momenteel is. Daar kan ik jammer genoeg niet rechtstreeks op antwoorden. Maar het is inderdaad zo dat we daar zitten met het opleidingsprobleem van de verpleegkundigen, vroedvrouwen. Dus door de sterke opsplitsing in die opleidingen kunnen zij niet meer multifunctioneel ingezet worden. Dus als we dat zouden wensen, dat je verpleegkunde pediatrie ook op materniteiten en omgekeerd zorg zou moeten inzetten, dus als je winterafdelingen zou willen, dan moeten we dan eerst en vooral terug toch die opleidingen weer herzien. En ik denk dat dat toch wel een moeilijk gegeven is. Ik denk dat daar niet echt vraag naar is. Alhoewel dat wij wel vanuit het... dat ik weet vanuit het artsenkorps dat er wel vraag naar is om de vroedkundige opleiding toch ook weer meer algemene opleiding te geven in de eerste 2 jaren. Een beetje zoals het vroeger was. Maar dat zijn toch wel heel moeilijke discussies tussen de verschillende beroepsgroepen. Dus dat zal toch nog niet direct voor morgen zijn. Maar het zijn allemaal zeker interessante denkpistes. Maar daar zitten we toch wel met een verschil in... in visies, denk ik, tussen verschillende beroepsgroepen.
Dan vraagt Peter over de kwaliteitsverbetering. Vooral op basis van beoordeling door patiënten, dan wel door beoordeling door de staat. Hè. Meer algemeen, hoe moet de rol van de staat veranderen om de situatie grondig te verbeteren en te vereenvoudigen? En als de rol en financiering door de staat moet verminderen, wat is dan het gevaar dat we evolueren naar onbetaalbare geneeskunde zoals in de Verenigde Staten? Ja, ik denk dat er transparantie moet zijn, dat er benchmarking moet zijn, maar dat er inderdaad, ja, dat je wel, dat er ook wel, ja, dat er grenzen aan zijn in de zin van, ja, dus allee, wat ga je vergelijken? Hè? Ik denk dat je vooral, allee, Google, als je kijkt op Google en de commentaren die er geleverd worden door mensen over restaurants, over artsen enzovoort, ik denk niet dat dat de weg is die we op moeten. Hè? Dus ik denk dat we, zoals we eerder zeiden, vooral moeten gaan kijken naar die procesindicatoren. Worden processen gevolgd? Dat er daarover vooral transparantie moet zijn. En ja, voor de rest zie ik niet direct wat we daar nog aanvullend over kunnen vertellen, Elke. Nee, inderdaad. Wacht, ik was eventjes aan het scrollen. Mijn excuses. Nee, maar het is ook al zo dat we daar met Vlaanderen, hè, de Vlaamse inspectie, is toch in volle evolutie om inderdaad die inspecties breder te doen. Dus dan zou je kunnen zeggen staat. Maar het is toch om te vermijden dat de GCI en de NIAS, waarbij toch in verschillende Antwerpse ziekenhuizen, ook het UZ Gent, dat niet meer wensen te doen, omdat zij nu wel het proces hebben doorlopen. Wat ook goed is geweest dat het proces doorlopen is van die buitenlandse accrediteringen, waardoor, maar die winst hebben ze nu gehad, als je hem niet bekijkt in financiële winst, maar in winst van kwaliteit. Maar dat we nu toch wel, ook op vraag van die ziekenhuizen, meer naar de Vlaamse inspectie willen. Dus ik denk dat daar toch wel een overheidsmate van nodig is. Je kan natuurlijk door transparant te zijn en bijvoorbeeld resultaten te publiceren, publiek te maken, heb je automatisch al een beoordeling, namelijk van de patiënt. Ik denk dat we daar wat angstvallig tegenover kijken, ik denk dat toch wel de evolutie is. Ik denk ook dat het een opmerking is van Gert ook, dat de transparantie naar, dus bijvoorbeeld publiek maken van zo'n rapporten, dat we daar zeer angstvallig voor zijn, laat dat zeggen op het terrein, maar dat dat zeker wel positieve invloeden heeft. Dus inderdaad, zowel staat als publiek patiënt kan toch wel een rol spelen in de kwaliteitsverbetering door transparante rapporten te publiceren. Ik zie hier nog. Hier akkoord. Ja, ik zie hier juist staan. Het akkoord met de Vlaamse niet-partijgebonden zorginspectie. Ik denk inderdaad dat zeker een goed gegeven is. En dat momenteel toch wel. Die zorginspectie is nog klein, maar dat momenteel toch wel bij de vorige minister welzijn. Dat daar de eerste stappen zijn gezet om dat verder uit te breiden. Ja, ik zie hier ook nog een interessante opmerking van professor Raus. Plaats van de erkende extramurale centra, als de eerloonsupplementen te streng worden aangepakt, verplicht je de arts om daar te gaan opereren. Ja, dat is inderdaad ook de reden waarom we zeggen, je mag dat zorgondernemerschap er nooit volledig uithalen. Hè? Want anders ga je de artsen, vrezen wij ook wel, naar extramuraal jagen. Even kijken. Karin zegt, erkenningsnormen liggen bij de deelstaten, budgettoekenning gebeurt federaal, ligt daar niet het grote probleem? Dat is inderdaad zo. Hè. Ik denk dat ook Gert heel vaak de vinger op de wonden legt. We willen absoluut naar een verdere regionalisering, dus een volledige overdracht van gezondheidszorg. Ik denk dat iedereen op het terrein toch wel akkoord is dat we nu met alle inhomogene bevoegdheden en de sterke opsplitsing. En het is heel moeilijk, bijvoorbeeld op Vlaams ook. Hè, de erkenningen zijn dan door de deelstaten. We zijn gebonden. Misschien iets, Frida, wat jij ook kent, de mondzorg. Hè, de mondzorg op Vlaams niveau is volledig uitgetekend. De opleidingen zijn er. Maar dan het verdere uitwerking op het financieel kader federaal blijft dan achterwege. En dus we zijn gewoon inefficiënt momenteel bezig. En dus vanuit de N-VA pleiten we natuurlijk ook voor de volledige homogene bevoegdheid naar Vlaanderen te brengen. Inderdaad. Ja, hier nog een goede vraag van Peter. Bestaat er geen risico dat als we de gezondheidszorg organiseren per gemeenschap, op maat van iedere gemeenschap, dat er dan gezondheidstoerisme ontstaat? En dan vooral van zuid naar noord, waardoor Vlaanderen op een andere manier
wordt gehandicapt en eventueel ook financieel gestraft. Ja, nu, ik denk dat dat ons sowieso niet in de weg mag staan van het organiseren van zo goed mogelijke zorg. En als dat dan toerisme met zich meebrengt, dan zullen we dat dan wel oplossen. Maar ik denk dat dat, ja, dat we echt daarvoor moeten gaan. Zorg die zo goed mogelijk is en met een zo efficiënte en gericht mogelijke inzet van middelen. Dat heb je nu al een beetje, allee, daar kan je nu ook al hebben, hè, met buitenland zelf. Hè. Ja, dus ja. Dat is dan. Dat ja, kan je niet vermijden in deze moderne, geglobaliseerde wereld, natuurlijk. Nee. Hè. Nee. Dat een patiënt voor zichzelf uitmaakt waar hij denkt, dat de patiënt denkt waar hij het best behandeld wordt, dat hij daar naartoe gaat. Ja, dat is toch wel ook een deel van onze globalisering en van onze mobiliteit. Ja. Ah, ik zie hier wel een opmerking staan dat van pediatrie gebeurt nu al in de realiteit. Dank u wel, Fons, voor deze opmerking. Dan was mij dat niet bekend, maar dat is dan zeer interessant om te weten. Ik lees dat in de vragen, Frida, als u dieper doorkomt. Okay. Dank u wel voor deze bijkomende opmerking en om ons bij de les te houden. Even kijken, want er zijn heel veel vragen binnengekomen. Ja, hier, Pieter, is er in het kader van populatiemanagement meer nood aan correcte dataverzameling? Wordt hierin geïnvesteerd voor digitale systemen? Er zouden relancemiddelen ook wel gaan naar digitalisering en ja, binnen de gezondheidszorg ook. Maar ik heb het idee dat er toch nog altijd te weinig gebeurt. Ik heb de stellige indruk dat e-health niet optimaal functioneert nog altijd. Dus ik denk dat er echt nog wel heel wat werk aan de winkel is. Ik begrijp ook niet goed hoe het komt dat al die systemen nog altijd niet met elkaar kunnen spreken. Maar ja, dat daar nog werk aan de winkel is, dat lijkt me wel, heel, heel duidelijk. Ja. Ah ja, hier Caroline zegt, geef mij een tip hoe ik aan de uitslag van mijn biopsies kan geraken. Aan de patiënt vragen toegang te krijgen tot zijn COSO. Ja. Ja. Zie jij er nog iets tussen, Elke? Ik denk dat de meeste zaken beantwoord zijn. Er zijn wel verschillende vragen die elkaar overlappen. Dus ik hoop dat de deelnemers akkoord zijn dat hun vraag dan ook beantwoord is. Ik denk, eerlijk gezegd, als ik rap nog eens terugscroll, Frida, dat we toch de meeste zaken hebben behandeld. Het zou interessant geweest zijn om elkaar in interactie te kunnen gaan, want er staan zeer veel interessante zaken tussen. Maar ik denk wel dat we de meeste zaken hebben behandeld. Ja, en Elke, misschien nog goed om mee te geven dat ze ons altijd kunnen bereiken, hè, via e-mail. Dus dat is gewoon elke.sleurs@nva.be of frida.gijbels@nva.be. Dus als er nog vragen zijn of ideeën of aanvragen tot een gesprek, altijd bereid om het hier verder over te hebben. Want ik denk, dat geldt voor ons allebei, dat gezondheidszorg ons heel nauw aan het hart ligt. En dat we daar heel graag nog wel van gedachten over willen wisselen. Zeker en vast, want ik zie toch wel dat er toch heel wat zeer interessante en kritische bedenkingen zijn, maar waar dat we zeker en vast allemaal in dezelfde ideeën hebben. Maar het is altijd interessant om dat verder te kunnen uitwerken. Oké, dan rest ons nog jullie allemaal nog een hele fijne avond te wensen en heel erg te bedanken om hier aanwezig te zijn. En hopelijk kunnen we dit nog eens opnieuw doen binnenkort of opnieuw doen over een ander thema, maar dan live, zodat we elkaar eens in het echt kunnen zien. Tot later en een fijne avond. Tot later. Dank je wel.